We wisten al een tijdje dat ze mee bezig waren. En dat het is gelukt als zo'n klein land, dat je zo'n groot toernooi hier naartoe kan halen. Ja, dat is super. Dat is geweldig voor het land, voor het volleybal. De finales worden in het Gelderdoom gespeeld, dus dat is echt gruwelijk. Dus echt heel tof. When I took this job, I understood that Holland was an interesting phase of volleyball. The sport was starting to get more and more popular within the country. So I think just from an overall sense of growing our sport within Holland, it's extremely important. We get one of the hardest, most difficult, highest level competition of the 4 years hosted in Holland, and that's huge. Ik maak je niet vaak mee en dan in Nederland al helemaal met thuis publiek. Ik zou ja. Cool. Ik kan niks anders zeggen. Ja. Feestje. Ja. Ik denk dat we inderdaad wel een heel groot feest kunnen verwachten. Ik denk dat er heel veel mensen geïnteresseerd zijn, familie zal komen en in ieder geval heel veel support sowieso. Ja. I think it'll be an overall success. One, I think we run events as well, if not better than anybody else in the world. So I think it's going to be fun. I think it's going to be a party. I think people are going to enjoy themselves in these matches. And again, like I said, I think it'll help grow the sport. It'll get some people falling in love with it. I think regardless of who's playing, you're going to get people in the stands and people sincerely enjoying themselves. En dat merk je meteen. Zoals tijdens het WK afgelopen zomer merkte je ook dat degenen die mee waren. En ook thuis, via social media, alles. Je merkt gewoon dat iedereen meeleeft. En nu kan iedereen erbij zijn. En ik weet zeker dat het één groot feest gaat worden. Echt, ja. Hey allemaal, ik ben Lonneke Sloetjes. Ik was er vandaag graag live bij geweest in Arnhem. Maar helaas zat het er door mijn drukke schema in Istanbul hier niet in. Middels een filmpje wil ik eigenlijk... dan even over feliciteren met het binnenhalen van zo'n geweldig groot toernooi. De provincie Gelderland natuurlijk voor het mogelijk maken van dit prestigieuze project eigenlijk. WK is namelijk niet niks, het wordt maar één keer in de 4 jaar gespeeld. De beste teams in de wereld zijn er, want anders dan bij de Olympische Spelen waar er op continent wordt bepaald wie er gaat, is het bij het WK echt alleen de beste teams ter wereld. Dus je ziet er de beste speelsters en de hoogste niveau volleybal wat je kan zien. Dus echt enorm gaaf. Vooral, het is natuurlijk in mijn eigen provincie. In mijn provincie waar ik nog steeds woon, waar ik vandaan kom. Dus het is voor mij ook echt een eer dat zo'n mooie toernooi naar ons toe mag komen. Dus ik hoop op een geweldig mooi evenement. Daar ben ik wel zeker van. En gefeliciteerd.